is Vlogmas dag 23. We zitten bijna aan de kerst. En blijf kijken aan het eind van deze video even een hele belangrijke mededeling over morgen. Vlogmas, meestal doen ze dat tot de kerst. Heb ik wel eens gehoord, weet ik eigenlijk niet. Heb ik eigenlijk helemaal niet bij stilgestaan. Voor mij is Vlogmas gewoon de hele maand december. Dus ik ga door tot en met 31 december. En er komen nog hele mooie boeken aan. Want ik ga heel eerlijk zeggen, ik heb de mooiste echt wel tot het laatst bewaard hoor. Ik heb de afgelopen weken fantastische boeken besproken. Echt, daar heb ik van genoten. Maar er zijn gewoon een paar boeken, ja, die zijn voor mij toch even wat specialer en wat bijzonderder. En ja, die wilde ik gewoon bewaren tot het eind. Dus die ga je nog zien. En nu, ja, je hebt het natuurlijk al lang gezien, hè. Blake & Mortimer in deze video. Want het 27e album is verschenen. De Schreeuw van de Moloch. Wat je hier eigenlijk in beeld nu ziet, dat zijn alle Blake & Mortimer albums die ik heb. Dat is een beetje mijn kennis van de wereld van Edgar P. Jacobs. En alle mensen die na hem gekomen zijn. Want zoals je ziet, er zijn heel veel verhalen ook weer door andere mensen gedaan. En ook dit album, dat blijkt dus weer een deel 2 te zijn van een eerder verschenen album waar het verhaal in begonnen is. Nou, dat heb ik dan weer gemist. Ik heb gezien dat er ondertussen ook weer een wijziging in het personeel is geweest. Maar goed, gelukkig staat er even een synopsis dat ik even heb kunnen lezen waar dan dat eerste deel over ging. En als ik dit zo lees, en ook nu ik dit album gelezen heb, dan pik ik even in ieder geval 2 filmverwijzingen op. Of elementen uit die films. Misschien heel subtiel. The Thing. Of misschien zelfs ook wel Mimic. En aan de andere kant Independence Day. Daar vind ik gewoon wat elementjes van in zitten. Want het gaat over een ruimteschip wat neergestort is in Londen. Wat vernietigd is, dachten ze tenminste. En in dit album komen ze erachter dat het er niet 1 waren, maar dat het er 7 waren. En tot overmaat van ramp, eigenlijk wel, blijkt dat in 1 van die schepen die ze gevonden hebben, dat daar nog een wezen in zat. En ze halen dat wezen eruit en ze proberen daarmee te communiceren. Ja, en dat is eigenlijk waar professor Mortimer in beeld komt om daar hulp in te bieden om te kijken hoe ze dat kunnen doen. En dat heeft weer te maken met zaken die ze dus in dat vorige deel hebben meegemaakt, maar het grijpt zeker ook terug naar het gele teken. Want ook personages en gebeurtenissen daaruit komen hier weer in tegen. En ja, je ziet natuurlijk al even Oryk op de cover. Die in dit album wel even een ander soort rol speelt. Hij is normaal gesproken de gezworen vijand van Blake & Mortimer. Maar hierin moeten ze zelfs samenwerken. En is hij eigenlijk een beetje hulpeloos. Dus het is een hele andere rol. Ik vond het een interessant album om te lezen. Ik vond het wel een vermoeiend album om te lezen. Ontzettend veel tekst, maar misschien is dat een beetje inherent aan het hele Blake & Mortimer. Qua tekeningen vond ik het wel heel erg mooi. Vooral de decors. De mensen en soms handen en gezichten had ik toch wel een beetje mijn twijfels over. Van hoort het nou of is het eigenlijk gewoon niet mooi? Ik vind dat soms best lastig om te ontdekken bij strips van is het gewoon de manier zoals het getekend is of had dat eigenlijk beter getekend moeten worden? Verder vind ik het wel heel mooi. En wat dat vermoeiende betreft om te lezen, vooral ook vanwege de tekst. De lettering is heel erg klein. De tekstballonnetjes hebben heel veel wit eromheen en heel klein. En ik heb ze even vergeleken met de andere albums. En de andere albums, daar is de lettering toch wel net even wat groter en dat leest net even iets makkelijker. Ik moest hier toch wel wat moeite voor doen. Ondanks dat heb ik toch het hele album wel gelezen en wel met plezier. Want ik was wel heel erg benieuwd van hoe gaat het nou aflopen. Want met zoiets als een Moloch, dan denk je toch wel even groots en een ruimtewezen. En je denkt toch even van jongens, dat gaat spectaculair worden. Ja, ik weet niet of het een anticlimax was, maar misschien gewoon even de Britse humor, dat het gewoon even tussen de thee en de biscuit opgelost allemaal wordt. Ik weet het even niet, maar ja, ik weet het niet. Ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Ik kan niet zeggen dat ik hierdoor nou echt zoiets heb van yes, dit vond ik nou een heel tof Blake & Mortimer album. Dat had ik bij De Vallei der Onsterfelijke, had ik dat wel. En zelfs bij De Laatste Farao. Ik dacht aanvankelijk van, ik ben niet zo'n Blake & Mortimer fan. Ik denk niet dat ik dat album echt nou mooi ga vinden. Maar hier werd ik enthousiast van. Hier werd ik ook enthousiast van. Ja, hier eigenlijk niet. Ja, ik vond het leuk. Zeker een leuk boek om te lezen. Maar ik had misschien een te hoge verwachting gehad. Dat zou kunnen. Dat weet ik dan even niet. Ik heb van de tekenstijl in de regel wel genoten.
En de sfeer die het optrekt, dat vind ik wel leuk. En ik was wel even benieuwd van, goh, hoe zitten nou bepaalde zaken in elkaar? Ja, ik weet ook niet of echt alles nou uitgelegd is. Want er zitten wat dingen in waarvan ik denk van, oké, maar dat wordt op een gegeven moment, ja, wordt dat maar gewoon gelaten. Dus ja, ik weet het gewoon niet. Dat kun je ook hebben. Hè? Ik bedoel, ik ben over de meeste strips ben ik heel enthousiast. Maar ja, soms kom ik ook wel een strip tegen waarvan ik denk van, nou, toch wat minder. Nou ja, in mijn geval deze dus. Maar goed, misschien ben jij wel heel enthousiast hierover. Heb je hem gelezen? Heb je ook het voorgaande deel gelezen? Laat het zeker even weten in de comments. Zeg me even, wat heb ik gemist? Wat heb ik gemist waardoor ik misschien wel heel enthousiast over dit album zou kunnen worden? Dat weet ik even niet, maar goed. Hij is er in ieder geval. Blake & Mortimer deel 27, De Schreeuw van de Moloch. Heb je het eerste deel hiervan dit verhaal gelezen? Ben je een fan van Blake & Mortimer? Nou, dan heb je hem waarschijnlijk al lang in huis. Ja, twijfel je? Dan weet ik niet of ik je nou over de streep getrokken heb, eerlijk gezegd. Maar goed, kijk hem anders zelf een keer in. Oh nee, dat kan niet. We kunnen niet naar de stripwinkel. Ah, man, dat is gewoon niet leuk. Dat is niet leuk. Dus het wordt een beetje lastig. Dit wordt een lastige keuze. Ja, ik kan er verder niks van maken, helaas. Ik had beloofd aan het einde van deze video een bekendmaking te doen over morgenavond. 24 december. Kerstavond. Ja, je raadt het natuurlijk al, een livestream. De vierde en laatste Vlogmas livestream van december. Die als titel heeft gekregen Kerstavond met de Heer. Ja, deze titel heb ik niet zelf bezonnen, die heeft mijn gast verzonnen. Nou, misschien heb je al wel een idee wie mijn gast zal zijn. Ik heb enorm veel zin om daar gezellig mee te gaan kletsen. Ik hoop dat jullie erbij zijn. Stel al je vragen in de chat. Hou er even in gedachten. Om 8 uur 's avonds beginnen we. Ja, dus niet dat je om 8:15 of om 8:30 komt. Tenzij het niet anders kan. Dan is het je vergeven. Ja, en wat doet de stripvlogger op kerstochtend 25 december? Vlogmasdag 25.